Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer een gloednieuwe Mario Kart video. Vandaag gaan we de gelukskatbeker spelen. En ik ga cijfers geven aan alle banen. En praten en racen gaat soms niet helemaal lekker. Want je ziet het, ik begin alweer heerlijk. We zitten nu op de Tokyo Tour baan, volgens mij, uit Mario Kart Tour. En oh my gosh. Oké, ze zijn lekker bezig. Weet je wat, ik leg die banaan ook nog maar eens achter me neer. Ik rij lekker langs alle vraagtekens, want ik heb helemaal geen items nodig om te winnen. Anyway, ik rij nog een keer langs alle items. Nou, dat doen we toch maar geen tweede keer. We gaan de cijfers geven aan alle nieuwe banen, want er zijn straks maar liefst 96 banen in Mario Kart 8 Deluxe. De beste Mario Kart game ooit, naar mijn mening. Er zijn er nu dus 8 bijgekomen. In de vorige video hebben we de andere beker gedaan. En nu gaan we dus de gelukskatbeker doen. En je ziet in de tweede ronde dat er al wat verandert. Er zijn namelijk Twompies hier op de baan. Ik vind het altijd wel vet als een baan moeilijker wordt. Als het in het begin, de eerste ronde misschien simpel is, een beetje inkomen. En in de tweede en de derde ronde gebeuren er gewoon allemaal nieuwe dingen. Dat vind ik altijd vet. Dat vind ik leuk. Dus hier zijn de Twomps op de baan. Waar je voor moet oppassen. En ik moet zeggen, het design vind ik ook wel leuk. Ik weet niet heel erg of het als Tokyo aanvoelt. Misschien wel, misschien niet. Ik ben nooit in Tokyo geweest, dus ik zou dat misschien niet echt kunnen zeggen. Voor mijn gevoel valt het mee. Ik krijg niet een super Japanse vibe erbij. Wel met die huisjes daar links, die je nu ziet, met die Japanse tekens. Die voel ik wel. Maar voor de rest, hey, kijk, de spoorbomen die gaan open. Dat is ook weer iets nieuws in deze derde ronde. Twompies zijn weer aanwezig. Volgens mij is de baan ook bijna kapot aan het gaan daaronder. Ik ben benieuwd of je daar doorheen zou kunnen vallen. Dat zou best wel cool zijn eigenlijk als het kan. Maar ik denk het niet. Ik weet eigenlijk wel eens bijna zeker van niet. Bliksempie op mijn hoofd. Potverdikkidorie. Laat mij eens even lekker met rust alstublieft. Laat mij eens even lekker rustig als eerste over die finish komen. Dankjewel. En dan moet ik een cijfer gaan geven aan deze baan. Ik denk een 7,5. Dan zijn we nu op de paddenstoelenpas. Voor de Nintendo DS is deze baan gemaakt. We gaan eens kijken. Ik speel alle banen nu voor de tweede of de derde keer speel ik ze nu. En ja, let's go. Paddenstoelenpassie. Mop. Oké. Dit is net als Toad's Highway heet die baan volgens mij. Met van die rijdende auto's. Ik wil me wel eens tegen zo'n autootje aanrijden. Het is hier wel vrij rustig op de weg. Het is rustiger als bij die baan die we gewend zijn. Die we al kennen uit Mario Kart 8 Deluxe. Er zijn niet superveel auto's hier op de weg. Ik weet ook niet, hier zijn ook helemaal geen auto's. Hier wel, vrachtwagentje die de tunnel in gaat. Maar op zich hebben ze wel een lekkere lijn te pakken. Waardoor je gewoon wel redelijk zelf je eigen race kan rijden. En niet per se langs al die auto's moet crossen. Dat gaat vrij natuurlijk, moet ik zeggen, tot nu toe. Dit was prima eerste rondetje eigenlijk. Ja, ik ben wel tevreden over mijn eerste rondetje. Ik vind het ook wel een leuke baan. Qua design vind ik hem meevallen. Je ziet wat Mario Galaxy en wat Mario Sunshine reclameborden net op de hoek. De Toads staan weer langs de weg te juichen. Yoshi is ook daar een reclamebord voor Coconut Café. In de vorige video hebben we natuurlijk Coconut Winkelcentrum gehad. Die zit dus niet in deze video. Bullet Bill Speed Trials. Ik vind die reclameborden wel vet langs de weg. Ik zit telkens te lezen wat erop staat. Dat vind ik wel een leuke toevoeging. Dat is een pluspunt, zeker voor de reclameborden. Daarboven net, ik reed er net langs, staat een Moemoe melk reclamebord. Fantastisch. Superleuk gedaan. Oké, we gaan kijken of we hier overheen kunnen vliegen. Ja, lekker. Hoppakee. Even die vraagtekentjes fixen. Zodat we ons hopelijk kunnen beschermen. Oh, ik heb een bom. Oh, snap. Bom in mijn hand. De bom gaat bijna ontploffen. Nee, de bom ontploft helemaal niet. Hier links zag je trouwens een shortcut. Voor als je een paddenstoel hebt, dan kan je best wel een behoorlijk stukje overslaan volgens mij. Want dan kan je gewoon keihard over dat gras. Dat is wel lekker, maar ik heb de hele race volgens mij... No. Ik heb hier wel een paddenstoel. Ik weet alleen niet of het slim was om die te pakken. Het was totaal niet slim om die te pakken, want ik lag helemaal uit koers gelijk. Ik ga even een bommetje achterlaten voor Ludwig. En dan zijn we over de finish. Hoppakee, toeteren we nog een keer. Deze baan krijgt van mij een 7,2.
Ik vond Tokio denk ik net iets leuker. Dan zijn we nu op de Wolkenhof. En deze is origineel gemaakt voor de Game Boy Advanced. We gaan eens even lekker kijken wat dit is. Ik zie heel veel lekkere bonus taken in de lucht. Ik zie heel veel Koopa Paratroopas. Waarschijnlijk kan je hier overheen. Ja, wat ziek idee. Waarschijnlijk kan je dat ook met snelheid doen. Maar die heb ik net weer misgetimed. Ik ga voor het dubbele vraagteken hier. En dan, ja, lekker. Dan gaan we hier bochtje om. Ik vind het wel leuk dat de weg een beetje smal is. Dat maakt hem iets moeilijker misschien dan normaal. Hier heb je denk ik een shortcut. Ja, als je hier een paddenstoel hebt, kan je hier onder die bonustaak door. En dan heb je best wel, best wel weer een leuk stukje afgesneden, denk ik. Ziet er wel leuk uit, man, als je zo aankomt vliegen. Heel vet gedaan. Ik weet niet of dit slim is. Ik ga dit denk ik niet meer doen. Ik ga denk ik de volgende keer gewoon lekker de baan volgen. Oh nee. Oh nee. Oh nee, daar zijn we weer hoor. Ah, ik had weer een blue shell op mijn hoofd. Ik moet wel zeggen, er gebeurt voor de rest niet heel veel of zo. Maar ik vind hem wel. Ik vind hem wel leuk. Ik vind hem wel leuk. Qua design, qua race zeg maar. Qua bochten en alles, is die wel leuk om te racen. Hoe die eruit ziet, is een beetje. Ja, toch een beetje standaard. Je ziet misschien dan toch dat het een beetje een oud design is of zo. Wel leuk opgepoetst natuurlijk, maar... Oh, ik zie niks. Ik ga helemaal weer fout. Ik ga weer door de wolken. Er is weer een red shell hier. Gelukkig krijg ik een banaantje. Mop, let's go, Luigi. Let's go, Luigi. Jij kan dit, jongen. Ik was te gierig voor de binnenbocht weer. Weer niet goed geraced. Mario ligt me op mijn hielen. Mario komt eraan, jongens. Mario, niet te snel alsjeblieft. Hoppakee. Ah, ik time hem niet. Ik heb geen speedboost. Maar word ik eerste? Oh, nee! Ja! Jeetje. Ik gleed alsnog als eerste over de finish. Deze krijgt net als de vorige baan een 7,2. En dan hebben we hier de allereerste volledig nieuwe baan. Dit is geen remake. Dit is de Ninja School. En ik heb deze baan dus al een keer gespeeld. En deze baan, jongens... Deze baan is fantastisch. Je kan hier zo verschrikkelijk veel verschillende kanten op. Er zijn allemaal shortcuts. Je kan hier de bocht verder nemen. Maar je kan hier dus ook de trap op. En dan ga je dus lekker bovenlangs. En dan heb ik nu dus pech dat ik een red shell op mijn bakkes krijg. Maar je kan hier dus ook volledig onderlangs. Dan kan je dus ervoor zorgen dat je daar net de bovenlangs kan. Maar ook weer hier onderlangs. Dus je kan hier boven vliegen. Maar ook gewoon op deze manier. Dan kan je hier ook weer door naar boven vliegen als je dat wil. Maar ik haal het nu net niet. Dus ik moet wel onderlangs. En we gaan straks kijken of we een keertje bovenlangs kunnen. En je merkt aan alles dat dit gewoon... Oh my gosh. Een volledig nieuwe baan is, wilde ik zeggen. En dat is het ook. Lekker. We razen over de daken in Japan. Het steltje is vet. En ja, qua design is deze ook echt helemaal in orde. Je kan zoveel verschillende kanten op. Je kan het elkaar zo moeilijk maken. Hier zou je ook een speedje kunnen pakken. Ik ga nu denk ik onderlangs. Dus ik pak niet de trap, maar ik ga nu deze kant op. En dan zie je hier dat die platformen waar ik net eens op reed, daar zitten dus allemaal stekels aan. Net probeerde ik bovenlangs te gaan daar, maar dat lukte niet. Nu staan hier Shy Guys te wachten. En ik ben wel benieuwd of ik nu wel bovenlangs kan. Als ik gewoon zo in één keer naar boven vlieg. Ja, kijk, nu lukt het wel. En dit is toch vet. Dit is toch tof. Deze bocht is heel scherp. Ludwig kwam er eventjes aan. Maar dan kan je ook weer hier allemaal bovenlangs, wat nu niet lukt, jammer genoeg. Dit zorgt er niet echt voor dat ik heel erg snel ga. Dus ik denk dat het verstandigste is om daar gewoon lekker beneden langs te gaan. Voortaan. Ik weet nog totaal niet wat de ideale lijn is van deze baan. Maar hij is wel heel vet gemaakt. En er is genoeg om uit te zoeken op deze baan. En dit is denk ik, ja, dit is dan toch wel de vetste baan. Uit heel de nieuwe DLC, denk ik. Van alle 8 banen moet dit gewoon de vetste zijn. Naar mijn mening. Ik ga straks een cijfertje geven. We gaan eerst eens proberen om eerste te worden, potverdorie. Let's go! Let's go! Ja, kijk, we gaan nu bovenlangs. Oké, cool. Dan ga ik hier denk ik wel onderlangs. Ik denk toch dat dat ja, voor mij misschien net iets beter werkt. Maar ik denk wel dat bovenlangs korter en sneller zou moeten zijn. Alhoewel, is dat echt zo? Want ik kan hier best wel veel speed dingen pakken. Dus misschien is onderlangs toch wel wat sneller.
Hier moet je de bocht lekker scherp aansnijden, zodat je niet naar beneden valt. Hoppakee. Je kan daar zelfs ook nog naar links. Dan kan je nog een speed dingetje pakken. Hebben we niet gedaan. Maar deze baan krijgt van mij echt een 9,5. Deze is zo tof. En dat waren in 2 video's alle nieuwe banen in Mario Kart 8 Deluxe. Er komen nog veel meer aan op andere tijden in het jaar. Gedurende een jaar lang komen er namelijk allemaal nieuwe banen uit voor Mario Kart 8 Deluxe. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. Laat even in een reactie weten wat jouw favoriete baan uit deze video is. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel! We'll be right back.